De Progressieve Arbeiders- en Landbouwersunie, PALU, is in 1977 opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan het creëren van een land uit de ex-kolonie. Dat in 1975 is overgenomen en ervoor te zorgen dat Surinamers gelukkig zouden zijn. De belangen van deze mensen zouden op de eerste plaats moeten komen. Bij de presentatie van de resultaten van het 7e congres van PALU vandaag haalde voorzitter Jim Hock aan dat we met z'n allen niet erin zijn geslaagd om dat Suriname te bewerkstelligen. Met z'n allen bedoelt hij alle politieke partijen die vanaf 1975 al dan niet verantwoordelijkheid hebben gekregen. We hebben allemaal gefaald in dat opzicht. Maar hij benadrukt wat de huidige regering heeft klaargespeeld in 4 jaar en nog elke dag doorgaat, slaat alles. De huidige regering heeft ons voor wat betreft de condities om een land te zijn voor ons, voor alle Surinamers, om greep te krijgen op onze eigen ontwikkeling. De huidige regering heeft ons bijna 50 jaar teruggeworpen. Verdeeldheid, bespeling van etnische tegenstellingen, invloed van de oud-kolonisator die weer in de deuropening staat met zijn militaire boots aan. Een deal met een oliegigant die vooral voor een kleine elite enorme rijkdom gaat brengen. En daarmee de tegenstellingen tussen rijk en arm nog groter gaat maken. Hock voerde verder aan dat Suriname zich opnieuw bevindt op een kruispunt. Hij merkt op dat Surinamers opnieuw hun land ontvluchten om zich onder slechtere omstandigheden in andere landen te vestigen. Ook stelt de PALU-voorzitter dat Surinamers bang zijn dat het huidig beleid voortgezet wordt na mei 2025. Afgelopen weekend heeft de PALU tijdens haar 7e congres een nieuw bestuur gekozen dat de partij moet leiden door de komende verkiezingen.